Hoi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een Get Ready With Me. Ja, maar dan een soort summer edition. Ik ga namelijk donderdag op vakantie. Het is vandaag dinsdag. En ik ga me helemaal klaarmaken voor de zomer. Ik ga mijn tenen lakken. Ik ga mijn wenkbrauwen doen. Benen doen. Ik ga alles doen. Ben je nou benieuwd wat ik dus allemaal ga doen? Blijf vooral verder kijken. Oké, ik zit nu even op een andere plek. Ik zit namelijk voor mijn grote spiegel. Want dan kan ik goed zien wat ik aan het doen ben. Ik ga nu mijn wenkbrauwen harsen en verven. Ik begin met verven en daarna ga ik het harsen. Omdat als jij eerst harst, gaan al die poriën hier openstaan. En als je daar dan verf overheen hebt, kan het gaan ontsteken. Dat soort dingen. Wat ik gebruik voor het verven zijn eigenlijk allemaal spullen van school. Maar je kan het ook gewoon online vinden als je het merk intypt. Dus ik ga het wel even laten zien. De verf die ik gebruik is van het merk Reflectio Chill. Ik kan het niet zo heel goed uitspreken. Maar even kijken, ik heb drie kleuren. Dat zijn deze drie. Deze drie zijn dat in deze nummertjes. Een zwarte, een donkerbruine en een lichtbruine. Ik gebruik voor mijn wenkbrauw altijd de donkerbruine. Omdat deze lichte maakt bij mij niet heel erg veel verschil. Dus echt meer voor de hele blonde mensen. En zwart gebruik ik altijd voor mijn wimpers. Maar dat ga ik denk ik niet doen. Weet ik nog niet. Ik denk niet dat ik mijn wimpers ga verven. Alleen mijn wenkbrauw. Dus ik heb alleen kleurtje nummer 3 nodig. En dit is het merk hoe je het schrijft. Als je dit gewoon intypt op Google, dan kom je het vanzelf wel tegen. Daarbij gebruik ik deze oxidant van hetzelfde merk. En dit moet je erbij doen, anders activeert de verf niet. Dus pakt de verf niet op je huid. Dus deze gebruik ik erbij. Voor achteraf, als je klaar bent, kan je dit erop doen. Dit is een soort cooling gel. Dan doet het wat minder pijn, zeg maar, na het harsen. Dit is voor na het harsen. Harsen doe ik met deze harsstrips van de Kruidvat. Het zijn van die speciale gezichtsharsstrips. Die vind ik heel erg fijn. Van tevoren gebruik ik deze alcohol om mijn wenkbrauwen schoon te maken. Gewoon om te desinfecteren dat er geen bacteriën bij zit en zo. Dat doe ik met watjes, gewoon een paar watjes. En ik heb wattenstaafjes om foutjes weg te halen. En dan nog het overige is een glazen bakje waar de verf in kan. Een spreetje met water. En mijn kwasten die ik gebruik. Even kijken, Eel zit een haar aan. Oeps. Deze spoelie. Ja, spoelies maakt niet echt uit. Deze heb ik van school gekregen. En dit wenkbrauwkwastje van Essence. Daar kan je gewoon hele scherpe lijnen mee zetten. Dat vind ik heel erg fijn. Dus ik ga beginnen met het verven ervan. Wat ik daarvoor dus gebruik is deze verf. Even kijken. Ik ga proberen zo goed mogelijk te laten zien. Ik heb het al een keer in een vlog laten zien. Hoe ik mijn wenkbrauw verf. Was het niet heel erg goed te zien. Dus ik ga mijn best doen. Maar ik wil natuurlijk wel mooie wenkbrauwen. Dus ja, ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Ik doe er ongeveer... Eel, zit een haar in. Ik doe er ongeveer... Je kan beter te veel dan te weinig. Ja, hoeveel is dit? Ik weet niet. Gewoon een klein drupje. En als je geen kleuren mengt, maakt het in principe niet uit. Want dan kan je gewoon daarna nog een beetje extra toevoegen. Maar als je kleuren mengt, is het natuurlijk lastiger om exact dezelfde kleur te krijgen daarna. Dus als je ongeveer zoveel hebt gedaan, pak je de oxidant erbij. En doe je er ongeveer 3 tot 4 druppels daarvan bij. Zo. Dan pak ik mijn kwastje en dan ga ik dat even door elkaar mengen. Zodat het zeg maar één geheel wordt. Nou, één geheel. Het is best lastig mengen dit, maar als je gewoon een beetje, ja... Het komt vanzelf tot een soort pastaatje, wordt het. Maar als je dit spul er dus niet bij doet, dan pakt de verf dus niet op je huid. Wat je ook nog kan doen, wat sommige mensen doen, is vaseline of speciale crème rond hun wenkbrauw. Zodat, zodat de huid niet gekleurd wordt. Maar ik vind dat wel mooi. Dus ik doe geen vaseline. Oké, en dan ongeveer ziet het er zo uit. Een beetje, ja, ziet er heel vies uit. Maar zo hoort het er dus ongeveer uit te zien. Dan ga ik even een spiegel pakken, nog voor mezelf. Zo, met het kleine spiegeltje kan ik het net iets beter zien. Wat ik dan doe is, ik borstel mijn wenkbrauwen door. En ik ga jullie even inzoomen. Oké, volgens mij zijn jullie nu wel een beetje scheef, maar dit is het beste beeld dat ik kan krijgen. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar je ziet bij mij heel veel haartjes hieronder. Want ik heb mijn wenkbrauwen dus hiervoor soort van laten groeien. Wat ik nu doe is dat ik gewoon even mijn wenkbrauwen door ga borstelen. Ik ga ze denk ik 1 voor 1 doen, want normaal doe ik ze eigenlijk altijd tegelijk. Maar ja, ik weet niet, ik denk dat ik ze nu gewoon 1 voor 1 ga doen.
Wat ik dan doe is, ik pak een beetje op het, oh, je ziet echt totaal niet. Ik pak een beetje op het kwastje en ga eigenlijk gewoon mijn wenkbrauw soort van, ja, invullen eigenlijk. Zodat als ik dat normaal met poeder ook zou doen. Dus dat ga ik nu even doen. Oké, zoals je kan zien zit nu mijn eerste wenkbrauw erop. Ik weet, ik heb het al zo lang niet gedaan, dus het was echt weer even een beetje lastig. Ik zie hier nu ook een vlekje die ik er niet wil hebben. Zo. Ik vond het echt wel een beetje lastig, omdat ik het al een tijdje niet heb gedaan. Wenkbrauw is voor mijn gevoel nu wel strak, maar het was heel moeilijk omdat hieronder natuurlijk nog allemaal haartjes zitten. En die hoeven niet per se meegeverfd te worden, want die zitten er straks toch niet meer. Dus deze ga ik er nu even op laten zitten. Het is nu 56. 1356. Dus ik ga even, denk ik, ongeveer 5 minuutjes wachten. En dan kijk ik even hoe donker het is. En dan kan ik het altijd nog wat langer laten zitten. Trouwens, heel mijn handen zitten onder. Stel nou, je wilt echt geen vieze handen. Doe dan even handschoentjes aan. Van die latex handschoentjes zijn niet eens een euro bij de kruid. Dat kan je een heel pakje kopen voor 20 stuks of zo. Kijk even het verschil. Die en die. Ik heb echt geen wenkbrauwen van mezelf. Gewoon, ze zijn zo licht. Zeg maar, ook al laat ik het groeien hieronder. Het is nog steeds echt super licht. Maar ik denk dat het maar tijd is om het eraf te halen. Het is 1 over. Dus wat ik dan doe om het eraf te halen. Is, ik pak gewoon een watje en water. Dat spreek erop. Ik hoop trouwens dat het net een beetje goed te zien was. Ik ga andere wenkbrauwen proberen iets beter te laten zien. En dan haal ik het er gewoon van af. Oh ja, yeah, ik heb weer wenkbrauwen. Even kijken. Oh, ik vind hem eigenlijk nog niet eens heel donker. Misschien dat ik het vanavond wel opnieuw doe nog een keertje. Nou, ik ga straks gewoon eerst even harsen en kijken hoe het eruit ziet. Maar I'm soort van happy ermee. Oké, we gaan nu de andere kant doen. Zit er nu ook op. En deze ga ik ook weer 5 minuutjes laten zitten. Eigenlijk wil ik hem langer laten zitten. Omdat ik hem iets donkerder wil dan deze. Maar anders klopt hij niet echt meer in verhouding. Dus ik laat hem er gewoon even lang op zitten. Dus ik zie die zo weer. Oké, nu ga ik ook deze wenkbrauw eraf halen. Gewoon op dezelfde manier als net. Met water en een watje. Even kijken. En dan veeg ik het er gewoon van af. Oké, en dan is het nu tijd om mijn wenkbrauw te gaan epileren en te harsen en te doen. Want dit lijken het 2 jungles. Dus daar willen we natuurlijk wat aan gaan doen. Ik zal even die harsstrips laten zien hoe ze eruit zien. Je krijgt erbij 4 van die doekjes ook om achteraf je gezicht mee schoon te maken. Maar ik doe dat dus met die aloe vera. Maar deze olie kan je dus ook gebruiken. En dan zit dit erbij. Harsstrips. Even kijken. Volgens mij zitten er, zeg maar, 10 strips. En dat kan je dan 20 blaadjes eigenlijk. Als je zo'n harsstrip hebt, knip ik hem meestal door het midden. Omdat ik eerst dan de buitenkant ga doen. Dus dat is wat ik nu ook ga doen. Ik ga hem eerst even warm maken.
Het is hier al heel warm, dus deze strip is waarschijnlijk ook wel heel warm. Maar goed. Mijn schaartje. Ik had ook een klein schaartje gepakt, volgens mij. Ja? Nee? Oh, hier. Ja. Met dit schaartje van de Kiko, zo'n klein nagelschaartje, knip ik hem altijd gewoon door. Maar ook al gebruik je je grootste keukenschaar, dat maakt ook niet heel veel uit. Dan knip ik hem gewoon door het midden. Zo. En dan doe ik hem eigenlijk altijd hier een deel. En dan dat overige deel doe ik hier zo. Dus dat ga ik nu even knippen. Even kijken. Ik wil hem een stukje hiervoor nog. Ongeveer tot hier. Dus dan zo. Oké. Deze bewaar ik even. Die leg ik eventjes aan de kant. Even kijken. Ik borstel al. Of ik doe al mijn haartje even naar beneden. Zo. En dan plak ik hem op. Maar ik doe het heel even in de spiegel en laat ik het zo meteen aan jullie zien. Zo, heel mooi. Ik heb ze nu allebei de kanten opgeplakt. Ik heb ze zeg maar gewoon, zoals je kan zien, met de lijn meegeplakt. En dan wrijf ik er even een paar keer overheen. Wat ik dan doe is trek hier mijn huid strak. En deze trek ik via mijn huid, dus via mijn gezicht zo naar beneden eraf. Dus 1, 2... En dan zie je dat je hier wat haartjes hebt. Het zijn allemaal witte donshaartjes, dus je kan het niet zien. En ik zal het jullie besparen. En dan doe ik nu ook deze kant. Trek ik vanaf deze kant strak en trek ik het via mijn gezicht eraf. Oh, hier zit nog een stukje hars. Heel leuk. Dan pak ik, even kijken waar het is gebleven. Oh, hier. Dan pak ik dit stukje wat ik net eraf heb geknipt om hier tussen te doen. Want dat vind ik ook altijd wel fijn als ik weet dat daar niks zit. Zo, eerst aan de ene kant. Die trek ik vanaf boven strak en trek ik naar beneden. Ook weer wat leuke haartjes. En precies hetzelfde doe ik aan de andere kant. Sorry, het licht buiten begint echt zo raar te doen. Maar goed, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. En trek ook vanaf boven strak. En dan... Kijk waar die zit. Oh, hier. Trek ik hem naar beneden. Dus hierboven heb ik het nu gedaan. Nu ga ik hier zo deze stukjes doen. Dus dan pak ik de andere helft die ik had afgeknipt. En dan ga ik dat ook weer meten. Even kijken hoor. Ik moet echt even mijn eigen spiegel hiervoor gebruiken. Tot hier wil ik hem ongeveer hebben. Dus dan knip ik hem ook daar weer af. Zo. En dan plak ik hem ook weer gewoon op zoals ik net heb gedaan. Het kleine stukje wat ik nu nog over heb gebruikt voor dit hier zo, hieronder. En dan gaan we naar het echte werk hieronder. Want daar zit natuurlijk het meest haar. En dat bepaalt echt de vorm van je wenkbrauw. Oké, dan gaan we hieronder beginnen. Daar pak ik er even een nieuw voor. En knip ik ook weer door de helft. Of nou ja, niet echt door de helft. Maar een beetje, zeg maar... De ene kant ietsje dikker dan de andere kant. Omdat je hier natuurlijk best wel een groot oppervlak wil gaan doen. Wat ik dan ga doen is dat ik een soort boogje knip. Het is heel moeilijk uit te leggen, maar even kijken. Hoe lang wil ik hem hebben? Ik knip ongeveer dit stukje zo eraf. Weer zo'n uiteindentje. En dan maak ik hier... Knip ik een boogje voor die bocht van je wenkbrauw. Zodat die niet... opeens een hoekje eruit haalt of zo. Zeg maar, als ik hem dan zo zou opplakken, zou die echt perfect in dat boogje bij mij dan passen. Bij ieder is dat natuurlijk verschillend, maar bij mij past dit boogje perfect. En je moet maar kijken of het bij jou recht is of ook gebogen of een hele andere vorm. Dat kan ik natuurlijk niet bepalen voor ieder. Ring. En die plak ik dan ook weer op en ik doe die haartjes, veeg ik omhoog. Zo. En dan gaan we strak trekken. En hier komen echt het meeste haartjes in uit. Als je dit vies vindt, moet je maar niet kijken. Maar ja, ik weet het niet of je het kan zien, maar dan zie je al die haartjes. En bij mij zou je niet zo heel erg veel zien, omdat het vooral blonde haren zijn. Maar ze zaten er recht. Oké, en nu de andere kant. Dan ben ik eigenlijk klaar met mijn wenkbrauwen. Meestal zitten er nog een paar haartjes die niet meegegaan zijn met het harsje. Dus die haal ik er dan nog gewoon uit met mijn pincet. Maar dat was nu niet het geval. Dus ik ga nu koelingsgel doen. Ik twijfel nog een beetje of ik vanavond nog één keer mijn wenkbrauwen zou verven. Om het nog ietsje donkerder te maken.
Maar ik denk dat ik dat niet doe en de verf gewoon meeneem op vakantie. Zodat ik het daar gewoon nog een keertje kan doen. Ik doe gewoon een beetje koelingsgel zo over mijn wenkbrauw heen. Want het begint nu ook zoals je ziet helemaal rood te worden eromheen. Maar dan is dit juist wel lekker. Voor erop. En wat je nu vooral niet moet doen is een body lotion of een gezichtscreme met parfum of zo erin. Omdat dat gaat gewoon heel erg prikken. Omdat die poriën, al die haarzakjes en alles nu openstaan. Dus dit waren mijn wenkbrauwen. Dus laten we nu maar verder gaan met het volgende. Denk het niet. Wat ik nu ga doen is mijn benen harsen. Ik heb de afgelopen anderhalve maand... Oh, sorry voor mijn voet. Ik haat voeten. Dus ik ga jullie mijn voet ook niet aan doen. Anderhalve maand heb ik mijn benen laten groeien. Aardig lang geworden. Dus ik ga het nu harsen. Ook met dit apparaat die ik van school heb gekregen. Ik kreeg vorige keer de vraag met... welke is het? Maar dat weet ik dus niet. Want er staat verder geen merkje op. Maar deze harspatronen. Ik ga ze even laten zien. Deze die ik gebruik, die kan je dus kopen op haarshop.nl. Als ik het goed heb. Daar kan je ze kopen. En dan, ja, zo'n apparaat. Sorry, maar ik weet echt niet waar dat ze kunnen kopen. Misschien ook op die site, vast wel. Dus daar ga ik mijn benen mee harsen. Wat ik van tevoren doe, is weer schoonmaken met alcohol. Mijn benen desinfecteren. Vervolgens ga ik er... lavendelpoeder opdoen. Dat is zodat je je benen gewoon niet ontvelt. Dat je vel gewoon wel op je benen blijft zitten. En deze strips ga ik gebruiken om mee te harsen. Ook van dit merk. Ik weet niet of jullie daar iets aan hebben. Of jullie dit kunnen zien. Maar het is in ieder geval dit merk. En daarna ga ik het weer afsluiten met de koelingsgel. Dus dat ga ik nu doen. En ik ga het versneld laten zien. Anders is deze video echt veel en veel te lang. Er plakt echt bizar veel aan mijn benen. Dat is niet normaal. Omdat dit kleed echt heel smerig en mijn benen plakken en bah. Dus ik ga er nu even heel veel van dat koelingsgel op doen. Zodat het en lekker verkoelend is. En dat al die zooi loslaat. En dan als allerlaatste ga ik mijn teennagels lakken. Ik ga niet te ver erop inzoomen, want ik haat voeten. Dus ik zou jullie mijn voeten ook niet aandoen. Ik heb al vaker in vlogs verteld dat ik gelnagels heb. Ze zijn nu heel erg vies door...
Net ook mijn wenkbrauw verven en zo. Zeg maar, hier zit nu ook een lekker vlekje op. Maar dat ga ik morgen opnieuw laten doen voor vakantie. En weer in dezelfde kleur. Maar ik vind het heel erg leuk als mijn teennagels ook in die kleur zijn. Dus ik heb deze van Kiko. Die had ik toevallig al in kleur nummer 010. En dat is precies dezelfde kleur. Dus die ga ik op mijn tenen doen. En als topcoat gebruik ik deze gel topcoat van Sally Hansen. En ik ga mijn nagels een beetje bijveilen met deze glasvel van school. En ik wilde ook mijn nagelriem naar achter duwen. Maar ik kan mijn bokbootje nergens vinden. Dus dat doe ik gewoon met mijn nagels. Dat kan ook gewoon. Dus ik ga nu lekker Love Island kijken en mijn nagels lukken. Ik heb mijn teennagels gelakt, ik heb mijn benen gehars, mijn wenkbrauw gehars en mijn wenkbrauw geverfd. Morgen ga ik mijn nagels laten doen. Dat kunnen jullie in weekvlog 46 zien, dat ik mijn nagels ga laten doen. Dus ben je nou benieuwd, kijk dan nog even die weekvlog. Want daar ga ik mijn nagels in laten zien hoe dat is gegaan en hoe die zijn geworden uiteindelijk. Vond je dit nou een hele leuke video en wil je dit nou vaker zien? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Geniet lekker van jullie vakantie. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei doei!